mensen die zich afvroegen waarom ik Vijland opruimen ben, of wij eigenlijk, wij doen mee aan de Forest Challenge, hashtag Forest Challenge. Het is in Nederland niet zo heel erg bekend. Wij zijn genomineerd door een Poolse YouTuber. En zij doen gewoon, voordat ze gaan zoeken, eventjes de omgeving aflopen, even wat vuil opruimen. In een vuilniszakje, even in de prullenbak. Hashtag Forest Challenge. Beste collega's, in Polen is begonnen een Forest Challenge. Het is een bossen schoonmaakactie. Alle Poolse metal detective YouTubers hebben zich bij deze campagne aangesloten. Ik heb het park in Rotterdam schoongemaakt met afval. Het is een goed idee. De actie breidt zich uit naar andere landen. De eerste persoon die ik uitnodig om te spelen is de Toy Soldier Metal Detectie. De tweede nomineert is een groep, Watch Dutch MD. Derde genomineerd is Terra Hollandia. Is het eigenlijk ook aan ons om 3 YouTubers te nomineren voor de hashtag Forest Challenge? Ik ga het anders doen. Ik ben namelijk genomineerd, maar ik ben niet de enige die genomineerd is. Ook Terra Hollandia is genomineerd en Watch Dutch MD is ook genomineerd. Dus ik nodig eigenlijk niet alleen de YouTubers, maar ook de zoekers uit om mee te doen aan de hashtag Forest Challenge. Ik krijg het zowat niet uit mijn mond. Maar, we moeten dingen erin stoppen in plaats van eruit. Maar doe gewoon lekker mee. Maak er een fotootje van of een kort clipje en post het op de social media. Met de titel hashtag Forest Challenge. Lijkt me leuk. Maken we er iets groots van. Voor nu, we gaan zoeken. Het is unbelievable. Gijs op gewoon de eerste 2 euro. Ja. Hey, koploper Gijs. Ja, heb ik hard nodig jongen de komende tijd. En wat ligt daar nog meer? Ja, dat... Het welbekende verrassingspakket. In schrale contrast tot de vondst van Gijs mag ik niet klagen met mijn eerste 10 cent. Hey. Jawel, bewaakt door wurmen en al. $10. Zo! Dat is echt een vliegmachine. Kijk nou! Dat krijg je als je de grasmaaier raakt. Nou, daar heb je mooi niks meer aan. Je kunt er een ketting hangen van maken. Ja, of ik moet het binnenstukje even vinden. Dat moet hier liggen. Ja. Nou, succes. Ja, jij ook succes. Kan niet missen, dat moet... Ergens, ik zag hem al. Wat is dat dan? IKEA food. Oh, nee, dat kan natuurlijk ook. Gratis ontbijtje bij de IKEA. Nou, toch nog weer een ini mini in bling bling ding. Oh, nou het glom heel mooi, maar uiteindelijk is het een ventiel. Nou, dat kan je wel uit een hele rare nood helpen hoor, als je een keer met een lekker band staat. Ja, dat dan weer wel. Kan je kilometers lopen schelen. Ben je blij? Als je nog even hoger springt, dan stoot je hoofd. Nou, ik heb hier een soort Pandora trollbeat-achtig dingetje.
En hier zit nog meer. Dus ik ga kijken of wat dit is. Dit lijkt wel een soort beertje of iets. Een kikker. Waren ze? Hey, wat leuk! Een trollbietschat. Het zweet stond op mijn rug en de parels op mijn voorhoofd, maar ik moest heel nodig poepen. Dus ik ben gewoon maar eventjes naar de tandarts gegaan. Dus ik zeg tegen... Maar weet je wat nou het erge is, Gijs? Als je geen afspraak hebt bij de tandarts en je komt dan binnen en je moet dan vragen of je even mag poepen. Dat is op zich al best wel vervelend. En er zit me daar toch een mooie vrouw. Marcel! En er zit me daar toch een mooie vrouw van een jaar of 30. Helemaal mooi in de haartjes, mooi in de make-up. En dan, dag meneer, wat kan ik voor u betekenen? Ik wil schijten. Ja, daar kwam het wel een beetje op neer, ja. Maar het lucht wel op, dus ik kan weer lekker zoeken. Ik loop weer lekker licht. Nou, dit is de zoveelste. Valt niet op omdat je niet zo onder de indruk bent van elke keer 20 cent of 10 cent of een euro. Maar als je uiteindelijk aan het eind van de dag dan alles bij elkaar optelt, dan is het altijd wel weer leuk. Lekker bezig, Gijs. Ja. Wat heb je nou al? Ik kan al een patatje halen, hoor. Oh, jij kan zo een patatje halen, ja. Even doorgaan, dan kun je mij ook trakteren op een patatje. Ja, het is wel goed, weet je. Ik ga het wel bezoeken. Nou, Gijs, dat was hem weer, hè? Ja. Dat is jouw opbrengst? Ja. 4,50 euro, 70, 80, 90. 4,90 euro, 5 euro cent, een... sterretje en een gedeelde 2 euro. Of euro. Nee, 2 euro. Nee, 2 euro. 1 euro. 1 euro? Ik denk het wel. Ik denk 2 euro. Ja, 2 euro. Je hebt gelijk. Natuurlijk heb ik gelijk. Nou, dit was mijn trollbietverzameling uit één gat. Maar ik heb er ook nog een paar los gevonden aan de andere kant van de flats. En dit zijn mijn muntjes. Dus uiteindelijk zijn we nog wel lekker bezig geweest, hè? Ja. Dus. En het was droog. En het was droog. Dus dat is al heel wat. Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Dus zeggen wij weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En vergeet niet de hashtag Forest Challenge. Doe allemaal mee. Leuk. Laat je zien van je beste kant.